onwetendheid over het erfrecht kan grote gevolgen hebben. Jurist Maya Matauli meent dat het erfrecht een van de minst begrepen onderdelen van het Surinaamse recht is. Tijdens een seminar van Stichting CISA op donderdag 16 februari zal er meer informatie worden gedeeld over het erfrecht. Matauli zegt dat kennis over dit recht bijdraagt aan het veiligstellen van eigendommen na overlijden. Ik heb heel vaak met vrienden en kennissen van mij daarover van... niet van een bepaalde leeftijd hoor, want mensen denken altijd, ja, pas als ik ouder ben hoef ik daarover na te denken. Maar nee, ook als je jong bent kan je alvast nadenken over een testament maken. Want dan heb je vaak al heel specifiek in je testament wie erft wat van mij. Ook dat is belangrijk, want dat sluit heel veel onzekerheden uit als iemand komt te overlijden. Dan is ook helemaal specifiek aangemerkt in het testament. Ja, persoon A krijgt dit, persoon B krijgt dat. En dan moet er alleen uitvoer aangegeven worden. Matauli stelt dat het belangrijk is dat elk individu het erfrecht beter bestudeert. Het volledige gesprek met de jurist ziet u woensdag in ons nieuwsprogramma In Gesprek Met om 5 uur via 12.1.